Een van de belangrijkste exporteurs zijn misschien ook wel onze boeren, hè, de agrariërs. Ja. Daar was ook deze week veel over te doen. Um, bijvoorbeeld een voorstel dat wij uh, consumenten iets meer zouden moeten betalen... in de supermarkt voor uh, producten, uh, zodat de boer uh, profiteert. Vind jij dat een, een, een sympathiek idee? Ja, maar ik heb er wel een kanttekening bij. Wij uh, bekommeren ons niet om de Zuid-Amerikaanse plantaar. Uh, Bananenboeren en, uh, en dergelijke, die onder veel beroerde omstandigheden moeten, moeten werken. Het aanbod van allerlei producten is nu lager. Aardappels, uien, wortelen, u noemt het maar. Dan gaat de prijs vanzelf wel omhoog. Kijk, het bizarre van boeren is: als het mooi weer is, dan klagen ze dat het droog is. Als het regent, klagen ze dat het nat is. Als er een grote oogt is, dan klagen ze over lage prijzen. En nu is er een kleine oogt. En dan hoor je niet dat ze over hoge prijzen klagen. Maar de prijs voor heel veel spullen stijgen wel. Alleen boeren hebben een uitstekend georganiseerde lobby. Dat wat als er op een fout gaat. dan staan ze in Den Haag en wordt er om steun gevraagd. We moeten accepteren dat een groot deel van de Nederlandse landbouwbedrijven. weliswaar heel efficiënt is georganiseerd, zeer productief is. maar heel erg veel last heeft van de enorme inter internationale concurrentie. en verschrikkelijk hard door de supermarkten wordt afgeknepen. Daar zitten de problemen. Want dat klopt wel. Dat die supermarkten. Eh, ja, de, 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 de boeren. De Groot Albert Heijn, uh, en Aldis en Liddels in deze wereld. Die knijpen de boeren genadeloos af. Hè. Wat, wat je in de supermarkt betaalt voor de paprika. Eh, dat is een tiende. Dan is de prijs van wat de boer verkrijgt is 1 tiende ongeveer een eh, tiende. Maar ook geldt ook voor andere dingen als haringen. Eh, 2 euro aan de stal. 15 tot 20 cent voor de visser. Daar zijn de opbrengsten extreem laag. En dat betekent dus dat die mensen eigenlijk voortdurend... Een heel marginaal, gemarginaliseerd eh, bestaan en als ze dus... dus ze hebben inderdaad wat te klagen, die boeren? Als het slecht gaat, en het is natuurlijk slecht gegaan... ze hebben meer kosten moeten maken voor beregenen, als dat al mo mogelijk is... dan heb je op veel plekken een lagere opbrengst. Dan heb je nou ook weer last van, nou, uh, van verzilting. Je kunt het vergeten niet bedenken of de boer ja. heeft er last van heeft. En dan krijg je kleine aardappels. Die mogen dan nou gelukkig wel in de supermarkt, maar voor over het overige... Een boer is een ondernemer, net zo goed als een strandhethouder of een uh, autodieren. En als het economisch tegen zit, dan heb je een probleem dat je zelf moet oplossen. Ja.